Robert, wat weet je van Sparta? Goed voetballende ploeg. Ja, ik denk ook dat de trainer graag wil winnen van ons. Dus ik denk dat ze wel gebrand zijn. Maar ja, ik denk dat wij nog wat goed te maken hebben tegen ze. Dus. Ja, maar dat ging je vorige keer niet zo best. Nee, niet zo best. Het werd gelijk. We hebben niet van ze verloren. Maar ja, ik vind toch dat we thuis de punten hier moeten laten. Ja. Goede start eigenlijk wel van de 2017, zo bij de Eagles. Wat vond je van jezelf? Eerste, ja, je werd een uur gewisseld natuurlijk, maar hoe ging het? Nou ja, ik kwam minder voor de goal dan normaal. En ja, daar kan ik mezelf weer aanrekenen. Ik weet niet of dat weer een verwenning was qua conditie en zo. Het was een zware wedstrijd, we speelden veel druk vooruit. Dus ik denk dat er wel mee te maken heeft. Maar ja, ik denk dat het wel een terechte overwinning was en ja, de goal zou toch wel vallen, voor mijn gevoel. Waar is AZ toe in staat, denk jij, de komende maanden? Wat is haalbaar? Ja, wat is haalbaar? Ik denk dat we zeker voor het hoogst haalbare moeten gaan. En ja, ik denk dat de vierde plek wel reëel is. Ja, en dan zal het een concurrentiestrijd worden met Heerenveen, die ook binnenkort al ziet. Ja. 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 Maar dat is volgens mij al een soort, ja, misschien bijna een soort finale voor twee van zulke ploegen, die bekerwedstrijd. Ja, nee, tuurlijk. De beker is een doel op zich en die willen we heel graag winnen. Dus dan daar moet Heerenveen ook gewonnen worden. Ja, maar je zou even Sparta. Sorry? Die is nog even Sparta, hè, geloof ik. Hè? Sparta is inderdaad het belangrijkste, ja.